Hoofdmoot van deze aflevering van RTL Rally Report vormt de ELE Rally rondom Eindhoven. Het is de oudste wedstrijd van Nederland. De eerste dag bestaat uit 14 klassementsproeven over 100 kilometer. Grote favoriet voor de Eindhovenwinning is de leider in het internationaal Nederlands kampioenschap, Peter Bijvelds. ELE Rally is een wedstrijd die jou eigenlijk niet heel goed ligt. Nee, ik heb vorig jaar wel lang aan kop gelegen. Toen is het even wat minder gegaan, maar ik ken de proeven wel goed. Wij wonen natuurlijk hier in de streek, dus het is verder een mooie rally. En de oudste rally, zoals je al zei. Dus ik denk dat die mij wel redelijk ligt. Je bent torenhoge favoriet. Als je kijkt naar de rest van het deelnemersveld, met alle respect, spring je daar echt uit? Is het moeilijk om met die druk te moeten gaan rijden? Dat je weet dat je eigenlijk alleen tegen jezelf gaat rijden hier? Nee, kijk, het is toch een hele verraderlijke wedstrijd, denk ik. Zeker met het weer en zo en met het onverwacht wat erin zit. Dus het zal toch heel goed opletten zijn. En kijk, een rally moet altijd gereden worden. Dus ik denk dat het zeker niet makkelijk zal gaan zijn. Goed, heel kort. Weersomstandigheden? Moeilijk, regen, echt ELE weer, zullen we maar zeggen. En het blijft ook heel het weekend regenen, dus daar wordt het zeker niet makkelijker op. De belangrijkste concurrenten? Nou, dat kan uit verschillende hoeken komen. Ik denk, Dirk Boers, die heeft natuurlijk op papier heeft hij een betere wagen, WRC. En ik denk dat Frits, die zal ook nog wel flink naar voren komen. Die zal denk ik ook wel vol van start gaan. Dus het zal zeker niet mee gaan vallen. Bandenkeuze? Als het zo weer blijft, dan wordt het vrij makkelijk. Het is alleen de vraag met hoe ver dat we nog eventueel op gaan snijden. Ik begin nu in ieder geval met intermediates en stel nou, het gaat echt nog heel zwaar regenen, dan worden ze nog extra opgesneden. En met het onverwacht natuurlijk ook. Maar het is de vraag of best het laatste stuk erin blijft. Want het was gisteren heel slecht. Maar ja, dat is afwachten. Rijstijl? Nou, ik was eigenlijk van plan om eens behouden te beginnen. Dus rustig aan en kijken hoe dat het in het klassement allemaal gaat. En niet vol van start. De eerste klassementsproef van de ELE Rally is die van Luik-Schestel. 10,8 kilometer lang en een echte scherprechter. Veel onverhard. Grote vraag is, hoe rustig aan gaat favoriet Peter Bijvelds het doen op de eerste kilometers van de wedstrijd? Ja. Het antwoord op die vraag komt al heel snel. Op de eerste kilometers van Luik-Schestel. Bijvelds merkt dat het spek en spek glad is. Hij heeft de verkeerde banden gestoken, intermediates. En zijn tijd 5.56 is nou niet echt een hele sterke tijd. Maar ja, je hebt je alibi dat je rustig wilde beginnen. Deze man zei van tevoren al, ik ga er vol in. Het is de start nummer 1 met de gele Mitsubishi. Piet van Hoofd, thuisrijder. En op deze proef altijd sterk. 5.41 is de eerste scratch van de wedstrijd. De snelste tijd. Gevolgd door deze Jasper van de Heuvel met de groep N Mitsubishi. 5.52 is 11 seconden langzamer en Van Hoofd deelt dus een gevoelige klap uit. Dan de andere favorieten. Dit is met start nummer 9 in de enige World Rally Car aan de start, Dirk Boers. Zelfde stuk onverhard als waar Peter Bijvelds aan het glijden was. Boers doet het opmerkelijk rustig aan. Boers even snel als Jasper van de Heuvel, maar dus wel 11 seconden langzamer dan Piet van Hoofd. De eerste kilometers geven verrassende tijden. Goede bandenkeuze voor deze Henk Vossen. Nummer 13, 5.54. Daarmee is hij 13 seconden langzamer dan rallyleider Piet van Hoofd. Maar Vossen opent snel. Dan Bijvelds met zijn 5.56 slechts vijfde algemeen. Oké, let's go. Voor de wedstrijd zijn er 4 favorieten. Start nummer 1 Piet van Hoofd, start nummer 2 Peter Bijvelds, start nummer 9 Dirk Boers en de start nummer 10 en dat is Frits van Eert. Maar ook van Eert merkt dat het glad is. Vies glad. Wow, wat domme. 100 slet rijdt. En dus is van Eert een voorzichtige opener op die eerste proef waar we toch al veel verliezers kunnen melden. Want er zijn een aantal equipes die echt verkeerde banden hebben en een behoorlijk pak slaag krijgen. Waaronder Chris Vlaar. Zit zich echt in te houden, want weet dat hij de verkeerde banden heeft. Keurig. Ja, dat is overleven. Dat is wel kut. Ben proef. Trots op je.
De proef bij Luik Schestel of het nu droog is of slecht weer is. Het vraagt altijd om slachtoffers in de wedstrijd. Hier worden dus duidelijk in de openingsfase van de ELE Rally de verschillen gemaakt. Degenen die Luik Schestel hebben overleefd, mogen zich opmaken voor de tweede klassementsproef van de wedstrijd. Daar wordt normaal gerally-raced. Dat is het Eurocircuit in Valkenswaard. Nu is het decor voor de tweede proef van de ELE Rally. 50 links, 1 lang. In toe links, 2. Oh, shit. Boos ook al. Teams rijden met dezelfde banden als op Luik Schestel hier op het drijfnatte Eurocircuit waar het glij is. Echte snelle tijden worden er niet gereden. Oh shit man. En ook hier worden de verschillen duidelijk gemaakt. Een scratchtijd is er voor de startnummer 5, Jasper van de Heuvel. Met zijn 3.32 rekent hij behoorlijk af met de concurrentie. Die concurrentie glijdt en verliest tijd. Dirk Boers, hier met de Subaru Impreza, 13 seconden. Piet van Hoof met de Mitsubishi, leider in de wedstrijd, verliest er 14. Eerste keer links. Nee, ook water bedienen, nog niet. Hé, hey, water bedienen. Wat kan ik bedienen? Water bedienen. Hé, kan ik niet bij. Met verkeerde banden worden de verschillen gemaakt. Stand na twee proeven deze Jasper van de Heuvel leidt. 5 seconden op Piet van Hoof. En derde staat, zeer verrassend, Henk Vossen. Vierde Peter Bijvelds, vijfde Dirk Boers, zesde Hein Jonkers en zevende verrassend Evert Bolderij. De openingsfase in de ELE Rally is absoluut verrassend. Het is dermate glad dat behoorlijk wat rijders zich vergaloperen op Luik Schestel. We hebben een verrassende leider, Jasper van de Heuvel. Het verhaal van de eerste service van 20 minuten is de bandenkeuze. Intermediate zouden we erop liggen, een gesneden intermediate. En ja, het was niet helemaal 100%. Ik denk dat ik me straks op het instituttraining veel beter thuis voel. Als nou zoals een Valkenswaard dat zo glibberig is en dat je alle kanten op aangaat. Als je kijkt naar de tijd die we vorig jaar gereden hebben, op het moment dat wij door de brand uitvielen, lagen we toch tweede groep in. En ja, waarom zou je dan dit jaar niet mee kunnen draden? Rustig beginnen en wij konden niet de goede banden steken op Luik Schestel, dus daar verloren we wat. Maar de andere proeven pakken we iedere keer flink terug, dus het gaat allemaal prima, precies zoals we gewild hebben. Op het allerlaatste moment worden de banden ingesneden voor de tweede boeken van de wedstrijd. We rijden opnieuw Luik Schestel en het Eurocircuit. De omstandigheden op de proeven zijn alleen maar slechter geworden. Wie overleeft deze hel? Piet van Hoof heeft bij de start van de derde proef 5 seconden achterstand op Jasper van de Heuvel. Maar Van Hoof houdt van Luik Schestel en pakt opnieuw een scratch. 5.38. Diepe kuilen. 70 deelnemers zijn er tijdens de eerste boekel over deze proef gegaan. De wegen liggen er dus nog slechter bij. Maar tempo wordt verhoogd. Ja, tuurlijk. En wel daarom. Ja, rechts 5. 300, rechts 9 asfalt. Denk om de rand, hè. En aangezien deze Jasper van de Heuvel met startnummer 5 ruim 14 seconden verliest op Piet van Hoof, is Piet van Hoof nu weer de nieuwe leider in de wedstrijd. Peter Bijvelds noteert een tweede tijd 1 seconde van Piet van Hoof. Het blijft aarzelend voorzichtig. De top 8 dan na 3 klassementsproeven. 8e ligt deze Frits van Eert. 7e verrassend Evert Bolderij rijdend voor het Nationaal Nederlands Kampioenschap. Sterke opening voor Hein Jonkers met de Mitsubishi. 6e algemeen op ruim 25 seconden. Ietsjes teruggevallen, 5e plaats nu voor Henk Vossen, maar nog steeds 2e in de standaard groep 1-klasse. Want de auto die voor hem staat is een groep A-auto met een World Rallycar voor Dirk Boers en Frans Bremmer. Ook Boers' opening in deze ELE Rally is nou niet dat je zegt het snelst, maar hij rijdt nog en overleeft. Niet rijdend voor een kampioenschap dit seizoen, Boers gaat voor de dagprijsjes. Vooral het onverhard op Luik Schestel werd beduidend in een lager tempo gereden dan de rest.
En dus heeft Boers na de eerste vier klassementsproeven 13 seconden achterstand op de leider in de koers. Na vier proeven staat Jasper van der Heuvel derde op 3 seconden achterstand van de leider. Tweede Peter Bijvelds, maar die heeft maar 1 seconde achterstand op de rallyleider. Verrassend toch, Piet van Hoof. Hij opent het snelst tijdens de eerste twee bokkels van de ELE Rally. Tijd om weer 20 minuten te gaan servicen en dat geeft ons de gelegenheid om te praten met de top 5 van de wedstrijd. Na drie proeven verrassend aan de leiding. Ja, het stond op de deuren vanmorgen al, hè, nummer 1. Maar we hadden vooral op Luiks-Gestel hadden we een goede bandenkeus. Maar op Eurosqueen moeten we daar een stukje voor inboeten. Wij moesten dus op intermediates rijden. Dus dat was wel een beetje nadelig. En de weg was echt glad, spekglad. Dus we hebben het rustig aangedaan, geen overbodige risico's genomen. En ja, dus het gaat prima, te voorzichtig. We hadden gelijk in een hele snelle bocht volgas in 5 naar links met 170 dat de auto wegstapte. Toen hebben we kalm al naar de finish gereden omdat we een ruime voorsprong hebben in de groep N. En ja, de groep A's die waren toch veel sneller, het was te droog. We reden alleen de voorspoiler kapot. Ja goed, dat hoort een beetje bij natuurlijk, maar die ging wel goed, die ging wel lekker. Volgens mij houden we een derde tijd algemeen dus. Nou, we hebben geen banden gewisseld omdat we van mening waren dat het gewoon goed stond, ook voor de tweede ronde. Dat hebben we ook duidelijk gezien. Tweede ronde Luiks-Gestel was nog beter en daar draaiden we de snelste tijd groep N. Nog steeds donkere wolken boven Berg Eik. Maar wat wordt het weer vanavond tijdens de echte proeven van de ELE Rally? In het donker met veel onverhard. Sint Oederode en Best zijn echte scherprechters. Maar met dit weer, wat voor banden ga je kiezen? Wat wordt de actuele weersituatie? Net binnengekregen. De buien gaan de komende uren verdwijnen naar het westen. Maar ja, dan blijft de vraag, wat voor banden kies je als je weet dat het onverhard heel slecht is? De eerste avondproef is het militair terrein van Pierok. En daar is om 5:30 middags nog weinig te merken dat het op gaat klaren. De baan ligt er glad bij en veel rijders maken ook hier de fout. Zonder service moeten nu 3 klassementsproeven achter elkaar gereden worden. 2 Pierok en 1 de deels verharde, maar ook deels onverharde proef bij Best. 50 links, 3 vol snijden of niet snijden. Rechts 2. En de verharde klassementsproeven brengen behoorlijke uitkomst voor de tweewiel aangedreven auto's. Dit is Jan de Winkel met een machtige Volkswagen Golf Kitcar. Op het onverhard verliest hij tijd, maar op dit soort snelle asfaltproeven klimt hij naar boven. Rijdt erg sterk op de avondproeven van de ELE Rally. Henk Vossen dan met de groep N Mitsubishi, de verrassing van de wedstrijd. Ook hij ziet dat de andere groep N-rijders het tempo gaan verhogen. Zoals deze Chris Vlaar met de groep N Mitsubishi. En Nellis Verkooijen, thuisrijder met de Subaru Impreza. Tijden van de groep N-rijders liggen dicht bij elkaar. Veel competitie dit jaar in de standaard groep N-klasse. Maar deze man nog steeds leidt, Jasper van der Heuvel. Rijdt erg aanvallend en erg sterk. Maar ook hier worden de verschillen niet gemaakt op Pierok. Daar zit het allemaal dicht bij elkaar. Maar op deze stroken onverhard, die er toch slecht bij liggen, daar gaan de mannen met het grote hart, die dus echt risico's nemen, de verschillen maken. En ook Dirk Boers verhoogt hier het tempo. Klimt op naar een derde plaats algemeen ten koste van Jasper van der Heuvel. Vooraan Van Hoof en Bijvelds in een seconde duel, want Bijvelds heeft het tempo iets verhoogd. Maar het is niet de overtuigende Bijvelds die we in het verleden gezien hebben. Boers als enige met een World Rally Car, dan zou die voordeel moeten hebben. Maar als je in de praktijk vraagt wat was het voordeel op deze proeven met de groep A-auto's, dat was er niet. Boers moet de aanval inzetten, doet dat ook, maar vergaloppeert zich op het verharde terrein op Sint Oederode en is eruit. Ja, op het laatste stukje van de proef Sint Oederode heb ik me gewoon net iets verremd op de klinkers. Dus dan schiet je gewoon rechtdoor en het was kies of delen. En toen heb ik me geprobeerd tussen een lantaarnbal en de boom te gaan. Maar ja, die ruimte was te klein. Dus toen zat ik vast op een lantaarnbal en de boom. In hoeverre speelt deze Peter Bijvelds een spel met de concurrentie? Beetje bij beetje wordt het tempo verhoogd. Maar het is niet heel overtuigend. Is dat nodig? Maar ook niet echt, want het verschil met Van Hoof groeit per proef. Het zit nu rond de 15 seconden. Bijvelds 1, Van Hoof 2, Van der Heuvel weer 3.
opgelet. Vol haaks rechts. Proef 10 tot en met 14 op de zaterdag worden volledig in het donker verreden. We zijn aan boord bij Frits van Eert op de gigantisch gave proef bij Sint Oederode. Hij is snel, bochtig, bomen langs de weg. Het is een tricky proef, maar daar kun je wel de verschillen maken. Vorig jaar viel het complete Jumbo-team hier uit. Bij de bijvals crashte en deze Frits van Eert had een kapotte versnellingsbak. Maar nu zet dat Jumbo-rally-team een gigantische aanval in en maakt het verschil met de concurrentie. 50 flat ride. Frits van Eert klimt langzaam maar zeker op. Dat komt omdat andere mensen veel problemen hebben met dit weer. En veel teams niet alleen technische problemen krijgen, maar ook van de weg gaan. Dat is de zaterdagavond in Eindhoven. Daar gebeurt het. Zo ook voor Piet van Over. Hij is nachtblind en verliest in het donker. Dus gegarandeerd terrein. Ja, bijna een minuut op deze Peter Bijvelds. Die gewacht heeft toen het licht buiten uitging en nu het tempo verhoogt. Slim gedaan, Peter. Derde plaats voor Jasper van den Heuvel, nog steeds soevereine leider in de groep 1-klasse. Voor Henk Vossen en Chris Vlaar. Maar Vlaar verliest op de zaterdagavond weer dure kampioenschapspunten. Ja, er is een sensortje ergens in de motor kapot gegaan. Iets heel simpels eigenlijk. En we hadden er al een paar proeven last van dat de motor niet goed liep. Want als de motor liep wel goed. Maar ja, werd een beetje gekrepeld als het ware. Dus de jongens zijn gaan zoeken waar het probleem lag. En we dachten al dat het iets simpels moest zijn. Dat bleek het dus ook te zijn. Het zorgt er alleen voor dat, ja, dat hij op een gegeven moment op KP Zon zegt van ja, ik stop ermee. Dus niks meer. Chris Vlaar uit de wedstrijd Evert Bolderij gecrashed. En deze man ligt nu derde in de groep 1-klasse. Nelis Verkooyen met de Subaru. Maar ook Verkooyen heeft al sinds de proef op Luiks-Gestel problemen met de Impreza WRX. Ja, hij wordt iets te warm. We hebben met Jump en Luiks-Gestel hebben de radiator beschadigd. En we moeten hem nu vervangen. Dus toch gedacht dat we redden het er wel mee, maar hij wordt gewoon te heet op de industrieterrein. Dus we moeten hem vervangen. En als even later de motor begeeft van de Subaru Impreza, is ook Verkooyen een van de slachtoffers op de zaterdagavond. Het is weer een slijtageslag. Resumé na 14 van de 22 proeven, kortom dag 1. Peter Bijvals heeft problemen met de versnellingsbak, maar ligt dik eerste voor Piet van Hoof, Jasper van den Heuvel en vierde deze Frits van Eert. En zo slecht was het 's nachts om 12 uur. Sint Oederode. Into haaks rechts. Dat is echt slecht. Haaks rechts, Frits, haaks rechts. Zij die overleven mogen zich een held noemen, want er gingen heel veel teams van de weg af. 50 flat left, 100 flat right. Maar de zaterdag is nog niet gedaan. Peter Bijvals mag dan wel leiden, maar heeft al de hele avond problemen met de versnellingsbak. En als man in 45 minuten de bak wil wisselen, gaat het fout op de eindservice van dag 1. Het is 1 uur 's nachts, het team werkt keihard, maar het lukt niet. Bijvelds gaat eruit. Ja, we hadden het eigenlijk helemaal in de hand. We hadden maar 3 versnellingen vanaf de eerste keer best. De 1 en de 3 waren weg. En de 1 die ging, ja, het ging wel achteruit. Dus we hadden eigenlijk weinig keuze. We denken van nou, 30 minuten plus 15 minuten, 45 minuten moet lukken. Maar het is jammer genoeg niet gelukt. En ja, heel spijtig, anders we stonden er heel goed voor. We hadden het helemaal in de hand, maar het mocht niet lukken. Bijvelds eruit en de nieuwe leider is Piet van Hoof. 5 seconden op Jasper van den Heuvel en 44 seconden op Frits van Eert. De tweede dag van de ELE-rally begint 's ochtends om 8:30. Er staan nog 8 klassementsproeven op het programma. Razendsnelle asfaltproeven rondom Helmond. Als je het over verrassingen in de ELE-rally hebt, dan heb je het niet alleen over het uitvallen van Peter Bijvelds, maar vooral het optreden van deze Piet van Hoof. Hij heeft veel gereden in België en is echt als een volwassen rijder teruggekeerd in Nederland. Het tempo is hoog, het is aanvallend, het is agressief en het gaat hard. Voorsprong 5 seconden. Leider in de wedstrijd, wie had dat verwacht? Misschien mede dankzij de tijdstraf van Jasper, maar met droge weer, ja. Consolideren? Ja, we moeten natuurlijk wel door blijven rijden, maar we zouden een klein beetje uit moeten kunnen lopen op Jasper. En dat is voldoende om voorop te blijven rijden, denk ik. In dit droge weer is Jasper van den Heuvel met zijn groep en auto in het nadeel, maar hij probeert het echt. Weet ik niet.
We zullen wel kijken. Hij speelt een tactisch spelletje, gaat later rijden. Druk ligt nu bij jou of bij hem? Bij hem, hij staat voor. Wij vallen wel aan. Ga je nog aanvallen? Altijd. 3. Rechts, 3. Dit is de man die derde ligt, Frits van Eert. 38 seconden achterstand op de leiders in de wedstrijd. Maar van Eert denkt nog de rally te kunnen winnen. Hij gaat vol van start. 80 rechts, 1. 200 haaks links, niet snijden, ver achter. Je probeert alles op alles om die tweede plek te veroveren? Tweede? We gaan ervoor, Frank. Moet toch kunnen, of niet, als je echt gas geeft? We zitten helemaal, eindelijk komt deze auto nou goed tot zijn recht met dit weer. En gisteren was het natuurlijk hopeloos met de groep A, jongen. Zoveel, het is gewoon echt op eieren gereden. En vandaag is het droog, dus ik zit helemaal in mijn element. Van Eert pakt op de eerste paar proeven toch wat tijd terug op Jasper van den Heuvel. Maar het verschil blijft zo'n 20 seconden. Dit is de man die vierde ligt. Keurig doorgekomen de eerste avond. Rijdt weer zo sterk. Jan de Winkel. Dat is gisteren. Onder droge omstandigheden komen wij veel beter uit de verf. En dan ging vanmorgen de eerste proef gelijk supergoed. Snelste tijd. Ik denk dat we het hier ook niet verkeerd gedaan hebben, ondanks al het onvaart. Dus dik tevreden. Top 5 wordt volgemaakt door deze Henk Vossen. Hij ligt op tweede in de standaard groep 1 klasse. En de top 6 is voor Edwin Abbering. Veel problemen gehad op de zaterdagavond. Heeft griep, maar rijdt nog. Ik heb mijn handenwas gebroken, denk ik, of zo. Dus op het moment dat ik hem aanrem, komt de auto helemaal dwars te staan. Dus dat is op die zandpalen niet fijn. Zevende plaats is er voor Ad Smits, achtste Roel Vosbender, 9 en 10 de andere twee rijders van het Paraditje team met de groep 1 Mitsubishi's. En elfde ligt met de Ford Focus Dirk Garveling samen met John Verschuren. Hier in beeld met start nummer 31. Garveling die een beren goede wedstrijd rijdt. Met nog 2 proeven te gaan leidt Piet van Hoofd met ruim 20 seconden op Jasper van den Heuvel. En daarachter zit Frits van Eert, die toch nog wat terrein verliest op Van den Heuvel. Vierde de Winkel en vijfde Vossen. De laatste 2 proeven worden gereden. Wie valt er nog aan en wie consolideert? Het gaat super, dus we liggen een beetje vast op de vierde plek. Zorg dat we geen gekke dingen doen. We rijden gewoon met de voorste mee. Dus hopen dit te consolideren. Dan hebben we een heel goed resultaat, denk ik. We staan achter Jan de Winkel, tweede A7. Dus perfect eigenlijk. Kan niet beter. Ga je alles op alles? Want je hebt in principe niks te verliezen. Ik heb niks te verliezen, maar alles op alles. Echt. Alles. Dus hij nu alles op alles eruit verremt hier. De laatste 10 kilometer van de ELE Rally 2003 wordt verreden op de proef rondom Asten. Wie wint deze thriller? Nou, laatste proef. Geen 3, geen 4. We zien het wel. Ja. Gewoon anderhalf minuut, ja. Test 1, 2, 10 seconden. Ja. Nou, kijken wat het allemaal gaat doen. De boodschap van Frits van Eert is hier duidelijk. Hij heeft geen derde en vierde versnelling meer en verliest veel tijd op de laatste proef. Maar van Eert blijft wel derde algemeen. Nou, Kai, gefeliciteerd. We hebben hier voor de finish. 18, 19. Maar Van Eert wilde niet voor die derde plaats gaan. Hij wilde aanvallen en dat siert deze rijder. 4-21. Van Eert dus uiteindelijk derde en tweede plaats voor Jasper van den Heuvel. En ook Van den Heuvel is niet zo'n man die denkt, oké jongens, ik lig stevig tweede. Van Eert heeft zijn problemen, ik doe het rustig aan. Kijk maar, Van den Heuvel probeert nog alles op de laatste proef, maar strandt uiteindelijk op een tweede plaats. Want de winst in de ELE Rally gaat niet onverdiend, maar absoluut verdiend naar dit team. Piet van Hoofd wordt eerst rijdend met zijn neef Sander, wint overtuigend de Paraditjit ELE Rally. Mooie, spannende en vooral kwalitatief goede rallysport in Nederland. De top 8 wordt volgemaakt door Edwin Abbering op 6, Ad Smits op 7 en Patrick van Empel.